Yo, guys, leuk dat jullie kijken in deze gloednieuwe video. Mijn naam is dus vandaag. Zijn we hier weer met een gloednieuwe video van Ark Survival Evolved. We gaan de survival beginnen op Ark. We gaan natuurlijk op Extinction spelen, de nieuwste map. Ik ga wel offline spelen, waarom? Omdat als ik online speel, ik upload niet elke dag Ark. Dus ik kan nooit eigenlijk op gelijke hoogte blijven dan de rest. En dan word je echt veel te makkelijk gereed. En ja, we gaan het even aanpassen. Ik denk moeilijkste graden zet ik op 5. Het laat ik gewoon hetzelfde. Even kijken. XP multiplier 5. En ik ga niet elke dag uploaden. Damage snelheid dan ook op 5. En dan oogst hoeveelheid. Doen we ook gewoon op 5. Nou, even doorzoeken. En voor de rest niet echt veel belangrijk. Even de geavanceerde stukken, die moeten allemaal groen blijven zoals het is. Oh ja, misschien oogstgroeiing. Als we nog wat iets hoger zetten, gewasbederfsnelheid, groeisnelheid, zet ik gewoon even op 6. Dan gaan we denk ik zo speel singleplayer, waar ik de trouwens wel deze verwerking of ik wat heb namelijk. En dan ja, en dan deze ook. Dan staat alles goed. Even kijken voor de zekerheid. Dat ik alles opnieuw moet doen. Ja, alles staat goed. En dan gaan we niet de Island Extinction. En dan speel singleplayer. Dan moet je heel even wachten. En dan kunnen we dadelijk lekker beginnen bij onze survival. We gaan, ik ga gewoon zo doen alsof het een online PvP server is. Ik ga denk ik een turret plaatsen voor wilde dieren. Weet je. Als ik dan verder ben. Maar dat komt nog wel. Maar hij is door het laden. Hij is daar altijd lang op Ark. Dus we moeten heel even wachten. Een minuutje. Dat zou wel klaar zijn. Trouwens, als het toch nog een laden is, kan ik wel zeggen dat je alvast moet abonneren. En zeker alvast de like button moeten. Hieronder op klikken. Zo, super waarderen. Volgens mij heb ik nu 169 abonnees, zeg ik dat goed? Of iets meer, I don't know, ik weet niet precies, maar het gaat super lekker, jongens. Hoort u die 200, sowieso. Ah ja, en ik wil nog even zeggen dat ik niet zeker weet of ik woensdag crew of FIFA ga doen, of dat ik zaterdag FIFA ga doen. Of we gaan een poppetje maken, ik wil jou zo hebben. Nee, zo. Weet je, nee, het boeit me eigenlijk allemaal niet, ik ga gewoon... De naam, dus, ten, skills, en dan gaan we gewoon even central spawnen. Even een beginnetje bouwen, mijn boeien doen mijn poppetje uit, trouwens, ik doe gewoon zo. Er is niet te veel gedoe aan maken. Maar ja, dus, dat wil ik wel zeggen, misschien kunnen we zaterdag FIFA doen. En misschien zondag, ik weet niet, iets van een Ark guide of zo. Ja, een Ark lijkt me best leuk om eens te maken, maar ik weet niet. Ik moet nog even kijken, wat jullie willen ook. Oh, ja, wacht even. Ik zie trouwens dat mijn UI algemene schaal niet goed staat. Als jullie het weten, ik zie het hele scherm als jullie zien. Dus moet ik even naar deze, dan zet ik die even kijken. Helemaal naar rechts, 1, 2, 3. En als het goed is, moet die zo goed als goed staan. Ja? Oh ja, aan mijn gamma correct staat ik helemaal omhoog. 7 exit. Doorgaan. Oké, okay, niet is die goed. Als het goed is. Yes. We gaan beginnen even een paar busplekken plukken. Alleen mijn gewicht is irritant. Ik heb zo kapot weinig gewicht. Maar ja, daar moet je. Oh, we zijn bij de. Ja, ik noem het eigenlijk een swamp. Want hier zie je van die slangen en zo. Dus ik noem het een beetje een swampgebied. Steen, hè? Ja, even steentje zoeken. Snel een steentje zoeken. Zijn hier serieus nergens stenen? Moet ergens een steen zijn. Ik heb nu al bijna door. Het is echt niet normaal in deze keer. Op Ark Extinction. Drink gaat zo snel, hè. Soms is het echt irritant. Zijn mijn geluid wel iets harder? Ja, voor mij dan, voor jullie niet, maar... Oké, nu hoor ik wat meer.
Die lopen op bevers. Oh, ik heb mijn steentje opgepakt. Dan over twee levels omhoog. Dan doen we even twee keer gewicht. Nee, niet een stikke avondskracht. Twee keer gewicht. Dat is mijn leren we die. Later leren we die kampvuur wel, nu even niet. Dan maken we deze. Even kijken, flint. Hebben we nog tijd of zo nodig? Een tijdje vuursteen. Oh ja, flint. Ja, ik heb hem natuurlijk in het Nederlands staan. Eigenlijk kan ik er echt niet tegen. Ik ben echt gewend gewoon ark in het Engels. Maar dan opeens is alles Nederlands. Staat er vuursteen in plaats van flint. Oké, we hebben de tijdje, een level up. Even kijken, nog één keer gewicht, dat we een beetje gewicht hebben. Dan leren we alvast die, of nog meer, die. Waar is deze met leervezel, als deze, leer die dan ook meteen. Oké, dan heb ik een full set geleerd. Dan maak ik deze, en dan ga ik nog een klein beetje fiber, dan kan ik meteen even, nee, niet klof, ik weet niet of die kleren heet, volgens mij klof. Maar die kleren maak ik net heb geleerd. Zo, hoe heet die stoffen? Zo, dan doe ik deze in mijn inventory. En deze in HP. Level 5 is niks echt belangrijks nu. Een waterzak heb ik later nodig. En een kampvuur leer ik. Oké, dan doen we deze. Zo, dan gaan we even kijken voor en dingen. Wat wil ik? Hoe heet dat nou? En wat speren. Dan kan ik dadelijk meteen mijn hide gaan verzamelen. Even een stuk of 50 is wel denk ik wel genoeg. En volgens mij heb ik fiber heb ik nodig uit mijn hoofd. En hout volgens mij uit mijn hoofd. Hè. Kan ook niet kloppen ofzo, maar ik hoop dat ik klop. En dan hier. Hout. Even erin pompen. Ik hoop dat ik een stuk of 10 kan maken. 12. Goed genoeg. Equipen heb ik plaatsen we meteen in mijn hotbar. Zo. Ik wil je best kill hebben. Meteen een klein beetje kite en vlees natuurlijk. Dat is een mega noeraf hoe die ook heten. Oh, dat zijn er drie. Ja, ik ga ze gewoon killen. Als ik toch niet dood, als ik dan niet dood, kan ik die kite heel goed gebruiken later. Alleen moet ik niet zo. Ik wil wel weten welk level in zijn. Dat ik ga niet met een 120 vechten ofzo. Nog een beetje HP voor de veiligheid tegen dat ding. Tegen die vlieg. Welk level ben je? Kom, maak nou sneller. 41 al kan ik hebben. Eentje al killed. Dat is nog eentje. Kom op. Ja, ik heb ook gekillt. Ik zei het, dat is een hele moeilijke. Eén is irritant als je vindt ze meestal gewoon niet, hè. 11 kuiten, 2 vlees. 16 kuiten. En die andere vind ik natuurlijk niet. Ik doe mijn leveltjes omhoog, even 3. Oh, die doen we lekker. Doe maar even 150 dit. En doe nog even 150 gewicht. Wat kan ik leren? Boog, altijd handig. En natuurlijk bola. Alleen ik heb geen hide. Maar dat maakt niet uit. Even kijken. Houden vezels. Heb ik niet al genoeg? Meel misschien? Nee, natuurlijk niet. Wat mis ik? Allebei. Dan doen we even een beetje vezels pakken. Oh, level up. Dan heb ik meteen ook 150 gewicht. Daarom dan, ik weet niet wat die nou heb gereden. Zit al een, ik dacht een krokodil zag. Zo. Dan maak ik een boog. Ja, wat mis ik? Om 50 vezels hebben. Oké, ik heb al 62, dat is sowieso genoeg. Oké, die maak ik. En dan wacht even dat die geladen is, dat die klaar is. En dan drop ik die even, want ik heb dat niet nodig voor. Pijlen houdt volgens mij ook niet, want je hebt riet, vuursteen en vezels nodig. Yes. We beginnen even met vezels. Even een stuk of 100 of zo pakken. Of ja, 60.
100, alsjeblieft. Lekker. Even een tasje pakken. Ah, we hebben ook iets meer. Ja. En dan een vuursteen. En dan zitten we alweer goed. Zo, en dan maak ik even pijlen. En dan drop ik mijn zwaar spullen. En dan gaan we even kijken of we dino's kunnen gaan killen. Even kijken, wat is zwaar? Ja, besjes eet ik wel op. Ook eigenlijk best zware besjes. Dat is toch 10 kilo per 100 stuks. Dus dat eet ik gewoon op. Dat is geen probleem. Die is ook. Kijk wel even uit dat ik niet die eet. Deze drop ik alvast. Die ook. Want die kunnen hebben toch nu even nog niks aan. Kom op, eten, eten, eten. Atten die dingen. Ik heb gewicht genoeg. Dan begin ik alvast met een kleine. Begin ik alvast met upgraden van mijn bewegingssnelheid. Die wil ik gaan upgraden. Is zo chill, maar als je dan later wat sneller kan rennen. Het jammer nou is dat ik nog geen bolen heb. Dan kon ik die Phenomia daar bolen. Ik heb gezien om achter hem aan te rennen. Ik heb toch nooit genoeg stamina. Of uithoudingsvermogen. Als jullie het Engelse woord niet verkennen. Misschien even een dodo zoeken. Ga een dodo. En geen Titan Boa. Kut, kut, kut. Als die jou één keer bijten, dan ben je meteen knockie. Ben je meteen knock-out. En dan ben je gewoon dood. Dus daar wil ik geen ruzie mee. Of ik moet dan van af en snipen. Dat kan wel. Ik wil jou snipen. Jij gaat eraan. Oh, die was mijn level 11. Twee hits maar. Oh, dat is echt weinig. Oké, lekker. Die leer. Kom maar binnen. En rauw premium vlees. Ja, die vlees boeit me nu nog niet. Ja, eigenlijk wel chill voor even het eten. 220 leer. Super nice. Even kijken. Een boel heb ik steen nodig. En wat nog meer? Riet heb ik. Vezels en steen een klein beetje. Ja, steen haal ik hier even uit. Steen. En een beetje vezels. Waarom pakt hij niet? Huh? Oh, nu pakt. Ja, net pakt hij niet. Ik weet niet waarom. Of ik wist niet waarom. 15. Nu pakt hij. Oh, nu wel weer. Kom op, doe even die 100. Dan heb ik er alvast 100 stuks. Of heb ik. Ja, ik weet niet precies hoeveel heb ik er dan. 7 of zo. Ik 7 of 8. 7. Dan wacht ik even dat die gemaakt zijn. Dan doe ik die hier. En dan doe ik even kijk, twee keer stamina. Iets meer stamina. Level 14 al. Dan denk ik even level 24. Ja, en dan kan ik dan een beest gaan bouwen. Of iets minder. Ik weet niet zeker. Ik moet even kijken. Of nee, ik ga denk wel even wat een houten beest maken. Ik denk iets handiger. Even wachten, die boel heeft gemaakt. Dus dan kunnen kijken wat we kunnen droppen. Om iets, ja, dit droppen we wel gewoon. Dit droppen we wel gewoon. Ik ga denk ik alvast even zoeken naar. Ja, ik ga niet moeilijk doen met mijn beest in het begin. Waarom zie ik mijn eigen poppetje niet? Je zegt irritant, ik zeg heel eerlijk. Hoezo zie ik mijn eigen poppetje niet? Het gaat me echt irriteren, ik zweer het je. Want al ga ik ooit iets zoeken, zeg maar. Dan moet ik naar die plek toe, maar nou, dan moet ik maar even een kompas of zo gaan maken. Ik ga denk nu nog niet. Ik ga denk dadelijk even een beest bouwen, maar ik denk nog geen. Zeg maar beest waar we echt gaan wonen. Even een standaard beestje waar we deze aflevering gaan wonen, zeg maar. En dan ga ik denk even nu maken van hout. En dan de volgende aflevering, of de aflevering daarna, gaan we denk ik dan beginnen met een stoonbeest meteen. Bij een betere plek. Even kijken, het leren we even allemaal. Ik ga het nog niet moeilijk doen of zo. Even kijken, foundation, fundamenten. Daar heb ik hout voor nodig. Oh ja, water, dat is wel handig om even te gaan wonen bij water. Ik zie daar water, dus ik ga denk ik letterlijk daar zo wonen, gewoon op dat ding of zo. Of nee, hier zo kan wel, gewoon daarboven. Ah ja, ik wil daar gaan wonen. Want dan wonen we letterlijk bij water en dan kunnen we fulltime drinken. Dat is wel handig. Muggenbul man, echt irritant.
Oh nee, jammer. Oh, dat was echt slecht, man. Mr. Face, wat kan ik nog? Ik kan niet lopen. Dacht ik al, hoeveel kom ik tekort? Koude veel. Die doe ik heel even weg. En dan kan ik lopen als het goed is. Ben ik zo steeds te vol? Oh ja, ik upgrade het wel. Ik heb zin om meer te droppen. Kom laufen, kom op lopen. Oh, ik heb een beetje vezels. Dan kan ik de eerste foundation alvast maken. Yes, en dan gaan we even. Nee, dit doe ik fout. Dan doen we even. Wacht even, ja. Dan ga ik die even heel even laten plaatsen. Plaats ik hem gewoon hierboven. Ga niet moeilijk doen. Vooral niet dat het niet is mijn. Of dat niet onze officiële beest gaat worden. Gewoon een beetje een beginbeest, zeg maar. Hier is goed. En dan gaan we even kijken voor wat riet. En dan hout. Of ja, ja. Riet. Ik level echt snel. Ook al handig om snel te levelen. Nog wat hout. We kunnen hopelijk twee muren maken. Lekker, twee muren. Doen we uithoudingsvermogen. Leer ik even cast. Even cast. Even. En wat heb ik nog precies voor nodig? Ik denk dat ik hout tekort kom. Hout en vezels. Dat is zo gefixt. Hout. Vezel. Dat zijn bola's. Heb ik nodig. Eén kistje maken. En dan doen we deze equipment. En die. En dan doen we meteen tot 150 uithoudingsvermogen, denk ik. En dan kunnen we een beetje beginnen move met speed. En dan doen we. Ik ga denk 3x3x2 hoog maken. Maar ik doe dit. Dan kan ik wel een kist plaatsen. En dan kan ik daar. En dan kan ik daar mijn resources zeg maar opsparen. Wat een lag spike. Zo. En dan even perfect plaatsen. Of nee, fuck dat perfect. Ja, hij staat wel goed genoeg, vind ik. Oké, dan gaan we even mijn inventory drop hierin. Zo, hartstikke idee. En dan gaan we eerst even wat. Twee keer hout, ja, gewoon wat vezels houden, alles van alles verzamelen. Ik denk vezel, nee, maar ik heb een beter idee. Ik ga het gewoon in mijn inventory alles maken. Alleen dan ga ik gewoon. Dan heb ik een kist om die besten zo erin te doen. Even kijken, die kan erin. En dan heb ik die thatch nog nodig. Zo, en hout en dan kan ik alvast zo. Of ik ga 2x2 maken. Kan ook. Ik denk dat ik wel in 2x2 ga houden. Want, weet je, de volgende aflevering gaan we toch al sowieso beginnen met een verhuizing. Dus dan hoeven we niet eens. Sorry. Dan hoeven we niet eens zo'n grote moeite te doen om deze, zeg maar, beginbeest. Voor als we toch niet eens gaan wonen. En uiteindelijk gaan we hier geen moeite voor te doen. Vind ik. Oké, even kijken. Hoeveel heb ik? 1 en ik had pas 1, dus ik moet er niet aan op. Ik kan er 2 maken. Dus moet ik nu nog. Nu ben ik klaar met de foundation, dus ga ik ze meteen plaatsen. Table level up, maar gaat echt snel zo. Zo. Zo, zo. En ga ik wat drinken. En ik denk wel dat er. Oh, hier is ook een metal stone. Dat is wel chill. Die kunnen we binnenkort ook omhakken. Vezels. Nog meer vezels. En dan nu even een klein beetje thatch. En dan kunnen we dan meteen met hout verder. Hoeveel muren hebben we nog nodig? Uit mijn hoofd kan ik het nu niet zeggen eigenlijk. Als ik dan wel nog één boom hakken, dan maak ik muren en dan. Waar ik kan wel tellen, waar ik heb er één. Nee, twee heb ik er. Dus ik moet nog 2, 4, 6, 8. Volgens mij 12 muren nog. Oh nee, 13 muren.
Met zonder en dan deze nog erbij. Dan die, die. En dan 13 muren. 13 is wel echt. Heb ik zo denk ik wel gefixt. Dan doen we deze erin. Deze. Ik heb per ongeluk daken gemaakt. Bruh. Oké, maakt niet uit. Dan maak ik nu nog één extra dak. En dan heb ik meteen. De daken heb ik dan meteen af. En dat is dan ook wel gewoon nice, weet je. Dat moet ook gebeuren. Theo, level up, man. Het gaat echt sneller bij zo'n server. Per movement, denk ik even. Een muurtje, een dakje, zo. Ga ik alles gelijk plaatsen? Kijk, hier staat hij. Dan doen we. Oh nee, kut, dan moet ik twee hoog muur zijn. Ja, dat heb ik even vergeten. Doe hier. Hier. Dan doe ik nog een beetje houttakken of een extra muurtje. Nee hoor, dan mis ik. Niks. Oké, en dan kunnen we de daken plaatsen. Dan gaan we dan de resterende muren maken. En dan is die domme kist weer. Staat weer fout. Dat heb ik zo vaak. Oké, dan. Hoeveel heb ik nog nodig voor een kist? Hebben we nu erin staan? Een kist, een kist, een kist. Iets beetje hout. Dat heb ik zo wel gefixt. En ik ga denk ik meteen een muur maken. Doe dit en dan doen we even meteen die kist. Zo, en dan doen we. Van deze hebben we toch nog alleen maar muren nodig. Dus dan doe ik deze gewoon erin. Ik upgrade dadelijk wel, want ik heb nu geen zin om helemaal te gaan upgraden. Ik doe echt moeilijk met dit. Oké, hoe gaan we dat doen? Ik moet even. Iets rechter voor, zodat het iets beter bij kan. Alles eruit pakken. Slopen. Muur plaatsen. En dan even kijken hoe. Nieuwe plaatsen. En dan alles erin doen. Op dit. 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 En dit nou. Kunnen we meteen wel lekker aan de slag. Ik denk dat ik nog een klein beetje fiber pak en dan kunnen we vol voor de hout gaan. Of vezels. Ja, ik ga denk echt vaak nog tegen jullie het Engels hoor van zoiets zeggen. Ook gewoon ik ga tegen Riet. Tijd checken. Misschien vinden jullie het ook wel chiller, maar ik weet niet. Kijk, het is een Nederlands kanaal en het staat allemaal op Nederlands. Wat er staat, alles staat het ook gewoon in het Nederlands. Wat er staat, staat in het Nederlands. Dus ga ik het proberen om in het Nederlands te zeggen. Of met iedere keer lukt, dat zeg ik niet. Ik denk het eigenlijk niet, maar dat maakt niet uit. Muren, muren. Drie. Ik ga dan nog even meer muren hakken. Daar is nog een boom. Even kijken, muren. Vijf erbij. Oké, ik ga ze meteen weer plaatsen. Oké, level 22. Ik ben al bijna level 24. Maar dat is dan voor de volgende aflevering binnenkort. Maar ik ga denk eerst dan nog volgende aflevering nog met dingen werken. Eerst van metal tools. En dan kan ik dan die metal hakken en zo. Ik heb 8 muren. Zal het genoeg zijn? Ik denk het niet. Nee, dat is sowieso niet genoeg. Of na de. Nee, dat is niet genoeg. Nog 3 muren. Dat is denk ik wel zo gefixt. Ik vond het is echt een lekker begin, ik zeg heel eerlijk. Gaat lekker. We hebben al een begin van een base. We hebben al ja, tools redelijk, weet je. Dat is niet de slechtste, weet je. We hebben wel gewoon een boog met iets in de 70 pijlen die in de kist ligt. Bola's.
Alleen nog geen metal, maar dat komt nog. En die plaats ik fout. Even. Oké, dit is dan ons beginnershuisje. En dan zal ik zeggen, vonden jullie... Dan ga ik maar afsluiten. Dus vonden jullie het nou leuk, doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer zeker hieronder. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie. En dan zeg ik later.